Wat ik nog goed weet van de herdenking in 2015, de 4 mei-herdenking, was de indruk die het lied Unter deiner weißen Stern op mij heeft gemaakt. Het koor zong dat lied op een hele ingetogen wijze, als een soort gebed. En op dat moment voel je dat zo'n volksmuziek is het eigenlijk. Dat zo'n lied, krijg je het gevoel dat het er eigenlijk altijd is geweest. En dat het in moeilijke tijden je verder kan brengen. En op deze herdenking voelde je dat ook. Dat lied iedereen op hetzelfde moment naar binnen liet keren. En even bij je verdriet bracht. En tegelijkertijd ook een soort zalvende werking heeft, troost biedt. En op het moment dat de hele kerk dat doet, dat eigenlijk iedereen even, dat de tijd even stil wordt gezet en je naar hetzelfde punt naar binnen keert, dat maakt een diepe indruk op mij. En dat liet weer zien wat de kracht van muziek kan hebben. Unter deine weiße Stern streckt zu mir dein weißes.